Straks. Battlefield 3 komt deze herfst. First Strike voor Black Ops in maart naar PS3 en PC. En 13 spellen verkrijgbaar bij lancering 3DS. Maar nu eerst Activision en zijn Guitar Hero reeks. Activision stopt na 5 jaar met de Guitar Hero serie. Het nieuwe deel dat voor dit jaar gepland stond is geannuleerd. En ook eventuele volgende titels zijn van de baan. Activision besloot de Guitar Hero reeks te schrappen vanwege teruglopende verkopen van muziekgames. De uitgever heeft naast Guitar Hero ook de ontwikkeling van True Crime Hong Kong en een onaangekondigde Tony Hawk game stopgezet. Een bron uit de industrie stelt verder dat ook DJ Hero ontwikkelaar Freestyle Games getroffen is. Ongeveer 500 medewerkers van Activision zullen hun baan binnen het bedrijf kwijtraken. In de toekomst gaat Activision zich meer richten op andere series. Zo werd onlangs bekendgemaakt dat er voor de Chinese markt een MMO in ontwikkeling is van Call of Duty. Ook gaat het gerucht dat Infinity Ward samen met Raven Software en Sledgehammer werkt aan Modern Warfare 3. Sledgehammer Games zou daarnaast bezig zijn met een sci-fi spel binnen de serie. Samen met nieuwe investeringen in een project van Blizzard moet dit ervoor zorgen dat aan het eind van het jaar het aantal werknemers weer terug is op zijn oude niveau. Cliff Bleszinski, de man achter Gears of War en Bulletstorm, heeft zich in een interview met Gamer.nl uitgelaten over hardcore gamers en Kinect. Zij voelen zich volgens hem bedreigd door het bewegingsgevoelige accessoire. Zelf vindt Bleszinski het een goede manier om veel mensen aan het gamen te krijgen. Hij ziet dat mensen die nu bijvoorbeeld Dance Central spelen, in de toekomst wellicht over zullen stappen op first-person shooters. Volgens de geruchten werkt Epic Games ondertussen al aan een Gears of War-titel voor Kinect. De First Strike Map Pack, de eerste downloadbare content voor Call of Duty Black Ops, is vanaf 3 maart te downloaden voor PlayStation Network. Uiterlijk eind maart moet de DLC ook op de PC verschijnen. De 5 nieuwe maps die First Strike toevoegt zijn vanaf begin deze maand al beschikbaar voor Xbox Live gebruikers. Een prijs is nog niet bekendgemaakt voor de PC en PS3 versie, al zal dit waarschijnlijk rond de €15 liggen. Onder de nieuwe maps bevinden zich 4 multiplayer maps en 1 zombie map. Wanneer de 3DS op 25 maart in de winkels ligt, zullen er 13 spellen voor het apparaat beschikbaar zijn. Onder meer Super Street Fighter 4 3D, Nintendox plus Cats, Rayman 3D en Super Monkey Ball 3D worden gelijk met de lancering uitgebracht. Later zullen titels als Ocarina of Time 3D en Kid Icarus Uprising verschijnen. Nintendo liet eerder weten dat er voor juni 26 titels in de schappen moeten liggen. Ontwikkelaar DICE heeft laten weten dat het in de herfst van dit jaar met Battlefield 3 komt. Het lang verwachte officiële vervolg wordt uitgebracht voor de PC, Xbox 360 en PlayStation 3 en maakt gebruik van de engine die ook voor Bad Company 2 is ingezet. Om zich volledig te kunnen richten op Battlefield 3 stopt DICE met de ontwikkeling van Battlefield 1943 voor de PC. En we sluiten af met de eerste gameplaybeelden van L.A. Noire. Volgende week is er weer een Gamejournaal. Tot dan! When questioning suspects and witnesses, players analyze their behavior to separate the truth from the lies. You're lying, Miss Coletta. He threw the gun in a bin. By knowing when to doubt or believe a suspect, or when to use evidence to accuse him of a crime, players reveal new clues or open up new lines of inquiry. You deny owning a pistol. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. The Foundation is a technology called Motion Scan, a new performance scanning system. Do I have any choice? No, you don't. Motion Scan utilizes 32 high-definition cameras to capture actors' faces, transferring every aspect of their performance into the game, from a telltale blink to a smirk or a flash of anger. Leroy Sabo, you're under arrest. In L.A. Noire, your powers of reason and emotional intelligence can make... Jesus, we got him! ...or break... Get out of my sight! ...each case. Its intense blend of action... ...and real detective work defies genre conventions to create a unique and captivating thriller that immerses the player in the world of 1940s Los Angeles. This is how a good detective operates. You keep digging and asking questions until you get to the truth.